dementievriendelijke gemeente. Wat wordt daar nu eigenlijk mee bedoeld? We horen het steeds meer tegenwoordig. Steeds meer mensen hebben te maken met dementie. En in Kuik en omstreken wordt gekeken naar de dementievriendelijke gemeente. Nou, bij mijn twee heren die er heel druk mee bezig zijn, stel je even voor alsjeblieft. Ik ben Jo Bosmans. Ik ben vertegenwoordiger namens de detailhandel in Kuik en ook namens alle supermarkten. Heb ik zitting in de werkgroep Dementievriendelijk Kuik. En nu dadelijk, tenminste nu, is dat Land van Kuik. Ja. En ik ben Henk Hermers en ik ben coördinator informele zorg binnen Pantijn. En ik sluit aan namens Pantijn bij de werkgroep in Kuik. En als vrijwilliger, als burger, bij de werkgroep in Mil. Dementievriendelijke gemeente, het is zo makkelijk gezegd, maar wat is er werkelijk te doen? Joop, waarom zit jij bijvoorbeeld bij deze werkgroep? Het is een stukje betrokkenheid. Ik ben natuurlijk wel gevraagd vanuit de toen op te richten werkgroep, vanuit de ondernemersvereniging in Kuik. En met name ook omdat ik al verbonden zit in een werkgroep met alle supermarkten in Kuik, was die connectie eigenlijk heel snel gemaakt. Als we weten dus dat dementie een hersenaandoening is die de komende jaren alleen maar meer wordt. En dan denk ik ook dat wij in die supermarkt een hele belangrijke functie hebben als het gaat over hoe herken je nou iemand met dementie? En krijgen onze medewerkers er ook vaak mee te maken. Dus in plaats van te denken van dat iemand de winkel uitloopt zonder te betalen, dan kun je al heel snel denken van dat is iemand die diefstal pleegt. Maar als je goed kijkt naar de persoon, kun je ook nog wel eens denken van dat is gewoon iemand die wat verstrooid is of even niet weet wat hij doet. En dan kun je er ook heel anders mee omgaan. Dus het gaat voornamelijk om het herkennen van mensen die dus in je omgeving zijn. En bij ons is dan dat supermarkt. Hè. Een heel ander voorbeeld is natuurlijk dat iemand, 50 pakken Kellogg's cornflakes in zijn voorraadkast heeft staan. Omdat die persoon vindt dat hij iedere dag zo'n pak moet kopen. Bij ons kan er dan ook een belletje gaan rinkelen. Weet je, als iemand zijn hele winkelwagen vol laait met Kellogg's, of die komt 3 keer per dag een pak Kellogg's kopen. Weet je, dat we dat zien, dat je dat signaleert. Ja. En dat je met die persoon in gesprek kunt gaan. Ja, dus het is vooral de herkenning en de erkenning van wat kun je doen als je merkt dat mensen het niet meer precies weten. Ja, vooral dat, weet je, dat je niet meteen boos wordt. Weet je wel, dat je gewoon zonder te oordelen eerst naar iemand toe stapt en kijkt wat is er aan de hand. Weet je wel, wat kan ik doen? Hoe kan ik je helpen? Ik denk dat heel belangrijk is. Is dat nog iets in deze tijd, dat mensen dat ook werkelijk doen? Of dat ze denken van ik bemoei me hier niet mee. Ja, we leven natuurlijk in een hele jachtige maatschappij. En iedereen heeft het druk. Ik denk dat dit gewoon een goed moment is, dat iedereen ook weer eens gewoon stopt. Als hij ziet dat iemand in de problemen komt, of als hij ziet dat iemand verstrooid is, dat hij toch heel even denkt van, hoe kan ik helpen? Weet je, we hebben het allemaal druk. Ja. Maar blijf gewoon oog houden voor je omgeving en voor de medemens. Ja. Ja. Henk, mensen met dementie, er wordt ook vaak gezegd natuurlijk van, die mensen die horen in hun tehuis, die horen niet gewoon in de maatschappij, het is alleen maar lastig. Hoe ervaar jij dat? Want jij werkt in een huis met ouderen. Nou, volgens mij hebben we dat al een hele tijd geleden achter ons gelaten. We vinden al heel lang als maatschappij dat mensen met dementie één van ons zijn en dat die moeten kunnen deelnemen in de maatschappij. Dus dat is ook precies wat aansluit bij Joop. We moeten ze erkennen en herkennen wat jij ook zegt. Om ze zo lang mogelijk onderdeel te zijn van de maatschappij. We hebben natuurlijk enorm veel verpleeghuizen in Nederland. Maar gezien de toenemende vergrijzing en daardoor dus ook de toename van mensen met dementie, zal daar geen plek meer voor zijn. En je kunt je ook afvragen of mensen met dementie, net zoals ouderen die ouderdomsproblemen hebben, verplicht zijn om opgenomen te worden in een verpleeghuis. Daar hebben we en de plaatsniveau, en de personeelsledenniveau, en het geldniveau.
En de vraag is natuurlijk ook, als je heel eerlijk naar jezelf kijkt, van komen ze daar goed tot hun recht? Of kunnen ze in de maatschappij blijven leven als de omgeving daar aandacht voor heeft? Ja, jullie hebben daar trainingen voor. Klopt? Ja, dat klopt. Ja, dat klopt. Dat vind ik wel een heel belangrijk onderdeel, zeg maar, in onze... in onze activiteiten die we samen met de werkgroep ook elke keer weer bedenken. Of als wij nieuwe ideeën krijgen van andere werkgroepen. De trainingen die zijn heel erg belangrijk van hoe herken ik of hoe ga ik om met mensen met dementie. De trainingen die worden door professionals gegeven. Ja. Maar de professionals, dat zijn ook weer mensen die vrijwillig die opleidingen verzorgen, de trainingen verzorgen. Maar dat wel professioneel doen. En wij zijn dus elke keer gewoon op zoek naar mensen die dus de training willen volgen. Dat kan zijn voor hun sportclub, of dat kan zijn voor het werk wat ze doen. Dat kan zijn dat je zelf in jouw omgeving iemand hebt met dementie. Dat kan je partner zijn, maar dat kan ook een oom, een tante of een opa of een oma zijn. Dus de mantelzorger. Dus dat is eigenlijk een hele, eigenlijk is het voor iedereen weggelegd. Dus, want ook kinderen kunnen deelnemen aan zo'n cursus. Ja. Hij is gratis. Duurt ongeveer 2,5 uur. We hebben dit jaar inmiddels weer 2 volle cursussen afgesloten. En er staan er nog 2 op de planning in september en november. Dus daar zoeken we nog steeds cursisten voor. Die dus de training willen volgen. Ja, deze trainingen zijn in Kuik. Is het ook in de omliggende plaatsen? In principe wel. Wij werken als 5 werkgroepen dementievriendelijke gemeenschap. En voorheen was er dan Kuik, Boxmeer, Graven, Sint-Antonis en Mil intensief samen. We hebben ook een overstijgende regiegroep, noemen we dat. Waarbij we allerlei dingen met elkaar afstemmen. En een van de dingen die we afstemmen is de trainingen. En op dit moment is Kuik daar vooruitstrevend in. Die hebben er 2 al gepland voor september en november. Ik weet bijvoorbeeld van Mil dat ze daar met name inventariseren wie daar behoefte aan heeft om die training te volgen. En dat ze daar volgend de trainingen plannen. Ja. Maar die hebben in het verleden al heel veel training aangeboden aan bijvoorbeeld vrijwilligers van Middelsweert, aan vrijwilligers van sportverenigingen, dorpsraad. Want dat is natuurlijk ook een mogelijkheid, hè? Dat mensen collectief die trainingen volgen om samen met degenen die daar lid zijn van de sportvereniging of die daar zoals bij Middelsweert regelmatig binnenlopen, om wat jij zegt, te erkennen en te herkennen. Ja. Kunnen mensen zich daar ook speciaal voor aanmelden ergens? Als ze denken van nou, dit is heel goed voor mijn vereniging of mijn club om zo'n trainingsuur te geven. Waar kunnen mensen terecht in Kuik? In dit geval is het dementievriendelijkkuik@gmail.com. Dus daar kun je sowieso een mail naartoe sturen als je wilt deelnemen aan een training. En dan krijg je van mij alle belangrijke informatie die nodig is. De dag, de tijd, de locatie. En vaak ook alvast wat voorwerk doen, zeg maar, voordat je aan de cursus begint. Dus dat kan zijn dat je een aantal filmpjes bekijkt. Waarin wat situaties worden voorgesteld over mensen die dus dementie hebben. En in een hele moeilijke situatie terechtkomen bij het afrekenen bijvoorbeeld van een kopje koffie of het gewoon vinden van je eigen huis, weet je wel. Mm-hmm. Dat daar kun je al veel mee doen. Dat is ook een van de redenen waarom dat jullie nog een leuk groepje bij elkaar hebben geroepen. De Gezellen van Sint Maarten, de toneelvereniging, Wij TV De Valuwe, en jullie hebben de handen in elkaar geslagen om om spotjes te maken over het herkennen van dementie. Waarom vinden jullie dat belangrijk om dat hier in Kuik nog extra een keer te laten zien? Nou ja, weet je, uiteindelijk gaat het er eigenlijk om is dat je zoveel mogelijk mensen bewust maakt van dat dementie een groeiende ziekte is. Of een groeiende, dat het een ziekte is die gewoon de komende jaren alleen maar gaat toenemen. En wil je draagvlak creëren voor herkenning of erkenning, dan moet je zorgen dat er zo'n breed mogelijke groep ook daarmee in aanraking komt. En het ook daadwerkelijk gewoon ziet, snapt, herkent. Nou, dus hoe mooi is het dan als we dus zeg maar tijdens de training, of net voordat de trainingen beginnen, eerst een lokale spot zien van mensen die dus hier uit de regio komen. Gemaakt door mensen die hier wonen uit de regio. Want ja, weet je, op het moment dat de acteurs hieraan deelnemen,
zullen ze dit ook alweer vertellen aan vrienden, familie, kennissen, dat ze hiermee bezig zijn. Op het moment dat jullie dus de films, ja, eigenlijk de spotjes filmen, zullen jullie dat ook weer onder jullie familie, vrienden en kennissen vertellen. Dus hoe meer mensen weten dat we hiermee bezig zijn, des te groter is het draagvlak en is de herkenning. Dus hoe meer mensen hierbij betrokken zijn, des te beter. Ja. En de spotjes zijn natuurlijk ook de realiteit. Hè? Het is onderdeel van onze maatschappij. Ja. Dus alles wat we filmen, op het moment dat wij hier naar buiten lopen, kunnen we al iemand tegenkomen met dementie. Of op het moment dat ik dadelijk ga sporten bij de sportvereniging. Het maakt niet uit, je komt ze overal tegen. 1 op de 5 is in de nabije toekomst belast met dementie. Dus nou ja, we zijn hier met z'n vieren. Als je dan telt... Een van ons is sowieso de pineut. Dat zou kunnen. Dus ja, we moeten met z'n allen realiseren dat ja, het nou ja, een opgave wordt voor de nabije toekomst. Ja. We gaan er met z'n allen heel hard aan werken. Voor mensen die meer informatie willen hebben, die kunnen op allerlei sites en pagina's terecht. Die maar een belangrijke is dementievriendelijkkuik@gmail.com. Dus dan krijg je alle informatie die je graag wil hebben. Dankjewel voor jullie. Graag gedaan. Dankjewel. Ja.